Here we go! Ik heb al eens eerder een video gemaakt over alle Pokémon in generatie 3 voor Pokémon Go. Maar in deze korte video leg ik je uit wat nou de beste Pokémon zijn in Pokémon Go voor generatie 3. Allereerst is dat Trico en natuurlijk al zijn evoluties daarvan. En de reden dat deze zo goed is, is dat deze op dit moment een van de beste grastype aanvallers is in Pokémon Go. Zeker handig voor de toekomst met oog op Groudon, wat een grondtype Pokémon is. En Kyogre, wat een watertype Pokémon is. Nou, verder kan hij een Machipale CP behalen en dan hebben we het over Sceptel, de laatste evaluatie van 2584 CP. En begrijp me niet verkeerd, ook alle andere starters van generatie 3 zijn geweldig. Maar omdat Trico de meest opvallende is, omdat we nog geen goede grastype aanvallen hadden in Pokémon Go, is dat degene die je eruit hebt gekozen. En vervolgens hebben we Slackrot en natuurlijk alle evoluties daarvan. En als we aan de laatste evolutie denken, Slaking, dan moet je denken aan een combinatie van de uithoudingsvermogen van Blissey, oftewel het HP, en de attack, de aanvalskracht van een Mewtwo. Ja, dat heb je goed gehoord. Dan zal je denken, zeuren, dat ding is hartstikke overpowered. Dat is ook zo. Daarom hebben ze hem geen fast move gegeven. Hebben ze wel gegeven, maar die kan geen schade doen. En kan je Slaking dus alleen gebruiken met een charge move. Dus voordat je enorm veel schade aan kan richten met deze Pokémon, moet je eerst je charge move opvullen. Deze kan een maximale CP behalen van 4548 CP. Dat hoor je goed. Een van de hoogste Pokémon in Pokémon Go. Misschien wel de hoogste zelf. Weet het niet aan mijn hoofd. Dus dat is zeker een beest waar je veel candy voor wil hebben. Daarna hebben we Ralts. En Ralts moet je een klein beetje zien als de Electazem van generatie 3. Ietsje minder snel. Ook ietsje minder schade kan die doen uit mijn hoofd. Maar nog steeds een hele goede Pokémon. Omdat hij wat meer defense heeft en het dus langer uit kan houden. Nou, die kan een maximale CP behalen van 2964 CP. Zeker dus een hoge. En heeft ook nog een extra type naast Psychic. Dat is namelijk Fairy. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde type als Mr. Mime. En kan daardoor super effectieve schade doen tegen draaktype Pokémon. En ja, kan geen schade opvangen van draaktype Pokémon. Dus dat is zeker handig voor Salamence, Sus en Dratonites. Dan hebben we een gave vervanger van Machamp. Misschien wel een betere zelfs. Omdat deze maar 50 candy nodig heeft om te evolueren in plaats van 125 voor Machamp. Ik heb het namelijk over Makuhita. Zeker een hele grote, zeker een hele sterke. Heel veel HP, heel veel attack. En kan daarmee een maximale CP behalen van 2765. En als je Makuhita helaas niet vaak tegenkomt in je buurt, is misschien Schroomish wel een hele handige vervanger. Dat is een gras- en vechttype Pokémon. Dan hebben we het over Breloom, de evaluatie daarvan. En is daarmee ook een hele handige vervanger voor Makuhita als vecht-Pokémon. Is daardoor wel vierde zwak tegen Flying, dus let daarmee op. En heeft natuurlijk ook iets mindere goede attack en HP dan Hariyama. Maar zeker een handige vervanger als je Makuhita niet vaak tegenkomt. Kan een maximale CP behalen van 2407. En dan komen we weer bij de echte grote jongens. De eerste daarvan is Beldum. Die kan je een klein beetje vergelijken als de Tyranitar van generatie 3. Maar dan een heel ander type. Namelijk Psychic en staaltype Pokémon. Zeker een hele gave. Hele hoge attack. Hele hoge defense. Weinig echte zwartes. Dus hij is niet 4 keer zwart tegen vecht. Zoals bijvoorbeeld Tyranitar. Of 4 keer zwart tegen ijs. Zoals Dragonite en Salamence. En kan ook een maximale CP behalen van 3644. Ook weer een absolute hele hoge. En in generatie 3 krijgen we niet 1, maar 2 pseudo-legendary Pokémon. Oftewel normale Pokémon die je in het wild kan vangen. Maar haast met de statistieken van een legendary Pokémon. Ik heb het dan over Bacon. Mijn favoriete draaktype Pokémon in heel Pokémon. Is zeker een goede vervanger voor Dragonite. Heeft een iets mindere defense. Wel een hogere attack. Dus ja, het is maar net waar je van houdt. Kan daarmee ook een maximale CP behalen van 3532, wat ook weer hartstikke hoog is. Dan de op ene laatste Pokémon die ook weer vergelijkbaar is met Tyranitar. Meer qua uiterlijk dan qua statistieken, want hij wordt maar 3004 CP. Nog steeds super hoog, hoger dan Donphan, wat al een hele hoge Pokémon is. En ik heb het dan over Aron, Larron en Aggron. Zeker hele gave, zoals ik al zei, qua uiterlijk. Heeft helaas wel een 4 keer dubbele zwakte tegen zowel vecht als tegen grond. Dus is daardoor niet erg handig om in gyms te zetten. Ondanks hoge defense stat. En kan je daardoor misschien beter gebruiken om gyms mee aan te vallen. En als laatste, maar zeker niet de minste. En misschien ook wel een van de zelfstandigste Pokémon in generatie 3 op dit moment. Is Feebas. Dat is een watertype Pokémon. En is daarmee een vergelijkbare Pokémon voor Gyarados uit generatie 3. Heeft maar één type. Dat is water. En is daardoor niet 4 keer zwart tegen elektriciteit. Zoals Gyarados. Dus misschien wel een ietsje betere keuze zelfs. Heeft ietsje minder attack als Gyarados. Nog steeds hartstikke hoog. En wel een iets hogere defense. Dus dat is weer een beetje aftasten wat is nou beter. Een hogere defense en minder attack. Of een hogere attack en een minder hoge defense.
In ieder geval, hij wordt 2967 CP, wat in ieder geval hartstikke hoog is. Zoals jullie weten ben ik een heel groot fan van generatie 3, dus ik had wel elke Pokémon in deze lijst willen benoemen. Maar dit zijn volgens mij de echte pareltjes waar je naar op zoek bent als je echt wil weten wat nou de sterkste Pokémon zijn in generatie 3 voor Pokémon Go. Ik zal in de toekomst proberen meer van dit soort korte en leuke video's te maken. Tenminste, ik hoop dat je ze leuk vindt. Met daarin weer hopelijk korte, gave tips. Dus ja, ik hoop weer dat je van deze video hebt genoten. Laat me natuurlijk zeker weten in de comments beneden welke Pokémon jij nou het graagste van deze wil hebben. En heb je misschien al eentje van deze Pokémon? Laat het ons zeker weten beneden in de comments. Voor nu wil ik jullie natuurlijk enorm bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt zoals altijd enorm gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.